is AZ in staat om zich te meten met PSV? Dat is eigenlijk de grote vraag voorafgaand aan deze wedstrijd. Want PSV wint zijn wedstrijden zonder uitzondering. En met grote regelmaat, toch ook met grote cijfers. Wordt het de 16e overwinning voor PSV in de eerste 16 wedstrijden van het seizoen. Foutloos na de eerste 15 competitiewedstrijden, net als in het seizoen 87-88. Slordig het balverlies van Poku. En dus kan PSV misschien meteen zaken doen met Tillman. En die zit er al bijna in. Dat kun je dus niet permitteren. Dat wat Poku daarover komt. Mullenwolven, waar ga je naartoe? En wat is dit? Verhulst is daar contact. Higgler ziet geen overtreding van de keeper van AZ ten opzichte van Tillman. Maar Higgler zegt wel, we gaan even wachten. Want de videoscheidsrechter moet dit maar even bekijken. Hele gekke actie van de toch prima linksback. En dit lijkt een schop van Verhulst op het scheenbeen van Tillman. Ja, Higgler gaat naar het scherm. Dit zou wel eens een penalty kunnen gaan worden. Hij is te laat, Verhulst. Denkt de bal hier nog weg te kunnen trappen. Maar ja, daar is Tillman eerder. En dan wordt het een strafschop. Zo is het. Is dit een uiterst valse start? Die vooral begint bij Mullenwolven. Luc de Jong kan PSV hier op voorsprong gaan schieten. Voor de 100ste Eredivisie goal voor PSV in dit kalenderjaar. Luc de Jong en het is 0-1. Geen fout vanaf de stip. En PSV staat op voorsprong in Alkmaar. Hoe gaat AZ om met deze tegenslag? Toch al niet in allerbeste doen. Vorige week een hele moeizame wedstrijd gespeeld tegen Almere. Die weliswaar werd gewonnen uiteindelijk met 4-1. Afgelopen donderdag kwam AZ natuurlijk ook niet sterk voor de dag tegen Legia Warschau. En dan dus tegen een PSV in topvorm. Schouten. Saibari. Tillman was er al. Luc de Jong. Saibari. Oh, wat een mooie goal. 2-0 is het al. En dan zijn we 11 minuten onderweg. Het gaat ontzettend makkelijk. Maar dat komt ook gewoon omdat PSV hier ontzettend goed is. Luc de Jong kan worden ingespeeld. Ja, Bazour. Martins Indy. AZ mag natuurlijk wel wat meer doen in verdedigend opzicht. En wat een start voor de koploper. 0-2. Tillman. Weer goed. Dest. Luc de Jong bij de tweede paal. Dest! Het is al 0-3. Hij doet het zelf. Helemaal geen voorzet. Hij schiet hem langs Verhulst in de verre hoek. Serginho Dest. Eerste doelpunt van het seizoen voor Dest. Want scoren in de competitie deed hij nog niet. Alles wat PSV in aanvallend opzicht doet, verandert in goud in de eerste 16 minuten van deze wedstrijd. Zo is er van spanning bij deze editie van AZ-PSV geen enkele sprake. Saibari heeft zo'n mooie versnelling in huis. Saibari, bal wat onder het lichaam, toch knap geschoten. En een prima redding van Verhulst. Tillman. Saibari neemt die bal lekker mee. Nu is het wel raak, wilde ik zeggen. Het scheelt centimeter. Maar keer op keer krijgt PSV de kans om te doen wat het wil. Blijft het kansen creëren. Veerman. Til wordt weer vastgepakt. Ja, de scheidsrechter vindt het geen overtreding in dit geval van Mullenwolven. Til zou zelf ook vast hebben gehouden. Lastig te zien in deze situatie. Hij heeft zijn mening wel duidelijk klaar, Peter Bos. Hey, dat heb ik gedaan!
als PSV aanzet, creëert het de kansen oh zo makkelijk. Til en Luc de Jong, dat is een heerlijke bal. En de redding met veel moeite van Verhulst. Goede voorzet van Guus Til. Dicht bij zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd, Luc de Jong. Nu dus met het hoofd. Til. Achter Tilman, maar hier nog Saibari. En de Jong tegendraads binnengekopt en 0-4. Luc, scanderen de supporters van PSV. Na dik 10 minuten in de tweede helft is het weer raak. Heerlijke voorzet van Saibari. En een heerlijke bal natuurlijk voor Luc de Jong. Hangt al in de lucht en dan perfect tegendraads binnengeknikt door de spits van PSV. Het is 0-4 binnen het uur. Pavlidis verlengt, wint het kopduel van Veerman. Invallen van Brederode, Pavlidis niet buitenspel. Pavlidis rommelt op de achterlijn en komt bijna met de perfecte bal op de bit. Serieuze mogelijkheid voor AZ. Eigenlijk de eerste pas vanavond. Pavlidis, handig hier, want zoveel ruimte is er niet. Er zit er nog net een voetje tussen. De eerste supporters nu al naar huis, kwartier voor tijd. Zo wordt AZ weer teruggedrongen met nog dik 10 minuten te gaan. Bakayoko. Van Aanholt. Hard zat het schot van invallen van Aanholt. Het wordt de 32e eredivisiewedstrijd op een rij voor PSV, waarin het niet verliest. Sinds 24 januari is het ongeslagen. Van Aanholt. Mooie steekpaas. Dest. En de ingreep van Verhulst. Slordig, geen controle bij Van Aanholt. Pavlidis. Vorig seizoen nog matchwinner in Eindhoven. In de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. De Wit legt hier klaar voor Sugawara. De Japanner zou die bal normaal gesproken misschien wel voor hebben gegeven. Nu gaat hij toch voor zijn eigen kant. En dan is het afgelopen in Alkmaar. Blijft het bij 0-4. Niet te stoppen de ploeg van Peter Bos. Zeker niet in eigen land. 16 wedstrijden gespeeld. 16 wedstrijden gewonnen. En een voorsprong van 10 punten op nummer 2 Feyenoord bij het ingaan van de winterstop.